Geleden dat ik dit heb gedaan. Vandaag laat ik jullie onder andere wat producten zien die ik deze maand februari veel heb gebruikt. En ik had wat nieuws bedacht, omdat ik namelijk door samenwerkingen natuurlijk veel webshops tegenkom. En sommige die zijn nieuw of niet zo populair en waarvan ik toch best wel enthousiast ben. En ik dacht misschien is het leuk om dat, ik weet niet of ik het elke maand ga doen, maar om dat gewoon een keer in een favoriete video zo eens in een keer te doen. Dat ik ook meer over de webshop vertel en wat meer van hun producten laat zien als ik die heb binnengekregen. Om jullie zo wat nieuwe webshops te leren laten kennen. Te laten leren kennen. Leren laten kennen. Hè? Te laten leren kennen, right? Oh, dit is heel slecht. Het is ochtend. I'm sorry. En aangezien ik niet heel erg veel producten heb, laat ik ook een app zien dit keer. Die ik veel heb gebruikt. Anyway, laten we beginnen. Als eerste een parfum die ik deze maand heel erg veel heb gebruikt en ook deze maand pas heb gekocht. Dit is een Beyoncé Heat Parfum, een limited edition voor haar Mrs. Carter World Tour. Ik ben altijd een groot fan geweest van al haar Heat Parfums. En toen ik deze zag, hij was in de korting. Dit is volgens mij de grootste fles, het is 100 ml. Dat die in de korting was voor 50 naar 25 euro. Dacht ik van, nou weet je, ik neem hem gewoon mee. Dit is de fles. Het heeft een hele mooie blauwe kleur. Ik vind de flacons, by the way, van Heat altijd heel erg gaaf. Ja, het is een hele lekkere, luchtige, zomerse parfum. Ik heb er ook een artikel over geschreven. Die zal hier beneden in de beschrijving staan. Daar kan je alles nog lezen over de noten die erin zitten. En wat meer details van het flacon zelf. Maar ik ben er in ieder geval heel erg blij mee. Ik heb hem echt veel gebruikt. Het is wel een parfum die ik liever overdag draag dan 's avonds. Omdat het gewoon... Ja, hij is gewoon fris en lekker. En ik denk dat iedereen hem wel lekker vindt. Dus dit is een parfum die ik heel erg veel heb gebruikt deze maand. Dan een lipstick van Be Creative Makeup. Die heb ik op dit moment ook op. Dit is nummer 005 Tease. En Be Creative Makeup is een merk die nog niet zo heel erg lang hier in Nederland is. Of in ieder geval ja, te koop is, zover ik weet. Maar ik heb er een aantal producten van en ik ben er heel erg tevreden over. Zo dus ook met deze lipstick. Hier zie je de kleur wat beter. Hij komt iets lichter over op de camera. Maar het is een hele mooie ja, rode kleur. Wel een redelijk zachte rode kleur. En hij is zo creamy. Het is echt heel erg fijn. Hij brengt super fijn aan. En hij gaat ook niet zo irritant in een lijntje zitten aan het eind van de dag. En de verpakking vind ik ook heel erg mooi. Basic, maar wel gewoon ja, op een leuke classy manier. Deze lipstick dus en dit merk is onder andere te koop bij Easy Body XL. Dan een nagellak die ik deze maand vanaf deze maand heb. Dit is van Only You en het is nummer 302 Galactic Bleu. En deze zag ik op de site van Easy Body. En ik dacht van, oh de kleur, hij is zo mooi. Ik zal hem even laten zien. Ik hoop dat jullie een beetje de kleur goed kunnen zien. Hier zie je het wat beter. Het is een hele mooie groenblauwe kleur en die gouden gloed er doorheen is echt zo mooi. Ik ben er echt helemaal verliefd op. En dit is een merk die ik nog nooit eerder had geprobeerd. En ja, ik ben er tevreden over. En ja, de kleur is echt heel tof. Dat zie je niet heel erg vaak voorbij komen. Dus deze nagellak was zeker mijn favoriet deze maand. Dan heb ik een product herontdekt van Elf. Dit is een al wat oude product. De verpakking is zelfs al helemaal versleten hier. Ik heb op een of andere manier een soort van fase gehad waarvan ik dacht ik wil geen liquid eyeliners meer gebruiken. Want dat deed ik eigenlijk altijd. Maar ik vond het toch vervelend met aanbrengen en zo. Te veel gedoe. Ik dacht gewoon ik ga over naar stift eyeliners. Nou, dat heb ik eigenlijk een best wel tijdje gedaan. Totdat ik uiteindelijk een eyeliner had van Essence, geloof ik. En die begon uit te drogen. En ja, ik moest die dag wel gewoon weg. En het was echt nog maar een soort van grijs lijntje. En ik dacht, ja, ik wil wel even wat zwartere, een zwarter lijntje, zeg maar. Dus dan heb ik heel snel ergens in mijn make-up collectie een eyeliner gepakt. En dat was deze. En toen ik hem aanbracht, dacht ik, wow, hij is eigenlijk echt heel erg fijn. Het kwastje is heel erg dun en brengt erg fijn aan. Je kan best wel goed gedetailleerd, zeg maar, werken. En het is gewoon een hele mooie zwarte kleur. En het blijft heel lang zitten. Dat vind ik altijd echt belangrijk met eyeliner. Nou, als je zo beseft, bijvoorbeeld een schooldag van 7:45 tot 3-4 uur. Daarna zit mijn eyeliner er echt nog bijna helemaal perfect op. Dus ja, dat vind ik echt een wonder, want dat maak ik niet vaak mee. Van Elf dus. Ik krijg er trouwens veel vragen over, maar Elf is helaas niet in Nederland te koop in de winkels, maar wel op hun site icelipsface.nl. En ze hebben er trouwens ook een voor
België, Frankrijk. Die heet iceandface.be. Maar die zullen hier beneden in de beschrijving staan. Dan een webshop die ik deze maand heb ontdekt. Dit is forcolors.nl. Dit is een zeer rare website die in december 2013 pas is begonnen. Dus hun collectie is nog niet heel erg groot. Maar ze hebben me een tijdje terug gemaild en ze stuurden me wat sieraden op. En ik vond het eigenlijk wel tof. Ze hebben best wel sieraden die origineel zijn. Ik had toen nog een artikel geschreven over wat sieraden en jullie waren er ook erg enthousiast over. Dus ik dacht van nou, ik wil ze ook wel even laten zien in een video. Ik heb een ring en een armband gekregen. Dit is de armband. Het is eigenlijk met een soort van stut met spikes. En op zich is, ja, hij is nog wel voor mij iets te groot. Maar ik merk wel dat ze sieraden hebben die ook goed zijn voor mensen met bijvoorbeeld dunne polsen, dunne vingers. Want ik heb ook dus een ring en dit is een kroontje. Ik hoop dat jullie het een beetje kunnen zien, want hij is best klein. Kijk, je ziet het wat beter. Het is eigenlijk echt een kroontje, heel schattig. En hij past heel erg gewoon goed om een ringvinger heen. En dat maak ik niet zo vaak mee. Dus het is ook wel gewoon handig voor de mensen die daar wat meer last van hebben. Ik raad jullie gewoon aan om eens op deze webshop te kijken. Aangezien ze best wel wat sieraden hebben die origineel zijn. Die je niet gewoon niet vaak tegenkomt. En het is ook gewoon prima betaalbaar. Het is allemaal niet super duur. Dus dit is een webshop waar ik eigenlijk wel enthousiast over ben. En leuke dingen van heb ontvangen. En ook hier zal de site weer in de beschrijving staan. Plus het artikel die ik erover heb geschreven. En als laatste een app die ik deze maand heb gedownload en veel heb gebruikt. Een van mijn vriendinnen die heeft een Instagram account. En ik vond altijd dat zij zulke mooie effecten had. Gewoon, ja, alles was altijd heel mooi blauw. Of gewoon, ik weet niet, haar foto's leken altijd van hele hoge kwaliteit. En ik vroeg echt van, welke app gebruik je? Want ik heb hem nodig. Dat is dus Fiasco Cam. Als ik dat goed zeg. Het is gewoon een gratis app. En hij is eigenlijk heel simpel. Je hebt eigenlijk maar bepaalde effecten. Je kan ook effecten bijkopen, maar dat doe ik zelf niet zo snel. Maar het werkt eigenlijk heel erg simpel. Je kan hier gewoon een foto toevoegen. Nou, laat ik eerst gewoon even deze pakken. En dan heeft hij hier gewoon allemaal effecten waar je op kan klikken. En je foto wordt er echt gewoon zoveel mooier op. Hij kan dingen veel meer naar voren laten komen. En de effecten zijn tof. En je kan hier dus ook instellen hoeveel je het effect wil gebruiken, zeg maar. Hoe sterk je het wil. Ik vind het in ieder geval een hele fijne app. Hij werkt gewoon simpel. Sommige bewerkingsprogramma's apps zijn altijd zo uitgebreid. Van ik echt helemaal de stress raak. Terwijl ik gewoon maar een simpel effectje wil. Dus een aanrader dus. En hij is dus ook gewoon gratis. En dit was mijn favoriete video. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. En dat jullie natuurlijk een leuke maand hebben gehad. We zitten alweer in maart. Time flies. Ja, dit was het. Ik wens jullie nog een fijne dag. En tot snel weer. Doei doei.